Het is maandagavond 30 september. Het is weer tijd voor een nieuwe NEC Update Live, de podcast. We gaan een uur lang praten over NEC, over het afgelopen weekend. We gaan vooruitblikken en natuurlijk hebben we ook weer een speciale gast in de studio. Nick Rokers, zoals elke week ook Harold Bastiaans. En aangeschoven vandaag is Saïe Visser. De man die nog steeds bovenaan staat met de meest gespeelde wedstrijden voor NEC. Afgelopen week maakte Lasse Schöne zijn 200ste mee. Maar Saïe, jij hebt er iets meer gespeeld. Het zijn er 343. Als jij het zegt, zal het zo zijn. Ja, weet je ook hoeveel doelpunten je hebt gemaakt in die 343 wedstrijden? Heel veel. Ik zie Harald al weer 9 keer knikken. Hij heeft bijna 500 wedstrijden gespeeld. Wij waren vroeger niet altijd heel goed. Hè? We speelden ook wel eens in de eerste divisie. Ja. 15 seizoenen. Er is niemand geweest en dat zal ook nooit meer gebeuren dat iemand 15 seizoenen lang in de clubkleuren van ons alle NEC gaat spelen. Dat zal nooit meer gebeuren. Nee. 343 wedstrijden waren dat in de Eredivisie. Daarin, 11 goals. 11 waren het. Nou, is toch mooi. Voor ja, dat is heel goed voor een verdediger. Goed, we gaan natuurlijk ook eventjes terugblikken. Daar beginnen we mee. Op afgelopen zaterdag toen speelde NEC de wedstrijd tegen Feyenoord. Het werd 1-1 en dat klonk zo. Belen namens Feyenoord op de jaak. Hansen, niet gekozen. Sontje Hansen, daar komt de kans voor NEC. Sontje Hansen, hele daar binnen. Sontje Hansen. Ja! Ja! Bij de eerste paal is het Sontje Hansen. Die Welleroyter er verschalk raakt. Maar wat laat die Belen zich daar toch kinderlijk eenvoudig aan de kant zetten, hé? Dat is, dat mag je niet verwachten van een Feyenoord-speler. Laat staan, gewoon een Eredivisie-speler. Bang met de nieuwe corner, nummer 9. Nu bij de tweede paal. Bal wegkomt door Marquez. Opgevangen door Hartz Moussa. Moet er verdedigd worden door NEC. Dat gebeurt niet. Bal laag. Roef staat los. Oh. En daar is de gelijkmaker door Lotomba. Oi, oi, oi. Déjà vu naar vorige week een beetje. Lijkt echt op de 1-0 van Heracles. Voorzet vanaf rechts. De keeper die loslaat. En dan precies een speler van de tegenpartij op de juiste plek. Aujan één arm de lucht in, geeft aan. Daar komt de bal bij de tweede paal. Is daar geen... Ja, nee! Op de paal! Nee. De bal op de paal door Koki Ogawa. NEC pakt een punt. Jammer dat het niet die 1-0 over de streep kon trekken. Feyenoord bonte stond de deur bij NEC. En uiteindelijk kreeg ze dan toch loon aan werken die 1. Ja, het werd uiteindelijk dus 1-1 in de Goffert. Vooraf hadden we toch getekend voor een puntje? Ja. Tegen nee, Feyenoord? Ik niet. Nee? Nee. En had dat iets te maken met de, dat Feyenoord ook nog niet zo lekker erin zit? Nou ja, zoals dat ook in de media stond. Het zijn twee ploegen die allebei nog zoekende zijn naar de juiste vorm. En denk ik, dan hebben wij het thuisvoordeel. En een ketser tegen Heracles achter de rug. Dan ben je extra gemotiveerd om het tegen Feyenoord goed te doen. En Feyenoord vind ik, als je ook de opstellingen ziet, met een aantal mensen die je nauwelijks kent, een stuk minder dan de afgelopen jaren. Ja. Harold? Ik zag jou eigenlijk zeggen ja. Ja, weet je. 1-1 tegen Feyenoord is gewoon een goede uitslag. Alleen, het is jammer dat je die 1-0 er niet overheen trekt. Je hebt op een gegeven moment Roes geïnterviewd na de wedstrijd. Ja. En ik vind het jammer dat... kijk, je speelt met z'n 11, dus je wint met z'n 11. Je verliest of je speelt gelijk met z'n 11. Ik zou Koki gevraagd hebben waarom die 3 keer tegen de paal kopt. Of 3 keer. Ja. Hij mist 3-4 keer gewoon opgelegde kansen. En dan weet je, dat kun je ook vragen. En dat is ook een reden waarom je niet wint. Mee eens. Ik wil liever over de positieve dingen praten voor deze wedstrijd. Want ik vond Sontje Hansen weer geweldig. Ja, en onze grote vriend Pereira. Ja, man of the match. Ik heb hem in mijn commentaar de Franse sloopkogel genoemd. Ik vind het geweldig wat jij doet. Ja, ik vind het ook goed. Ja, ik vind het goed. Ja. Nee, de ontwikkeling die meemaakt is gewoon goed. Natuurlijk, hij begon vooraf, zeker in het begin dachten we van nou, is het dit wel zeker? Maar hij moet nog veel leren, hoor. En waarin moet hij nog heel veel leren? Ja, hij is veel te druistig. Hij is nog veel te... wat ik zeg, druistig. Het is allemaal zo ongepolijst allemaal nog. En dat heeft ook zijn charme. Maar aanvallend is het natuurlijk nog beneden de maat. Zijn laatste paas is niet goed. Nee. En het moment kiezen van opkomen en vrijlopen is ook nog niet goed. Maar ja, verdedigend staat hij zijn taak wel. Maar ja, hij verspeelt heel veel energie.
En dat kan niet veel nuttiger nog worden, denk ik. Ja. Dus hij moet nog wel leren om wat gedoseerder te spelen. Oké, okay, nou goed advies dus voor Pereira. Maar desondanks hebben we het niet meer over Bart van Rooij. En vinden we dat Pereira dat prima toch wel invult? Bart van Rooij was ook druistig. Ja. Ja, dat was hij ook. Ja. En Bart was natuurlijk altijd hetzelfde euvel. En dat heb ik ook gezegd. Ik denk dat het heel goed is voor Bart dat hij verkast is naar Twente. Dat had hij echt nodig. Want hij dreigde bij NEC een beetje te verzanden in heel plichtmatig spelen. En zijn ontwikkeling stond het afgelopen jaar, vind ik, stil. En als je hem nu ziet hoe hij dat weer oppakt bij Twente, dat is juist wat een speler ook nodig heeft, een nieuwe uitdaging. Ja. Ja. Goed, we gaan het niet over Twente hebben en over Bart van Rooij. Dat is gepasseerd. Jij zei het wel terecht natuurlijk, de kans, maar dan is een keeper die maakt een fout. En dat is ook een beetje het lot vaak van een keeper. Roefs wilde daar uiteraard wel wat over zeggen na de wedstrijd. Over wat daar nou eigenlijk gebeurde bij die gelijkmaker. Ja, ik geloof dat Hajj Moussa, die gaf hem denk ik strak met zijn rechter voor. En ik wil hem onderhands pakken. En dat is een verkeerde keuze. Denk ik, ik had er gewoon op moeten duiken. En ik verwerk hem daar niet goed. Recht in de voeten van de tegenstander. Ja, hij bleef een beetje hangen inderdaad. En dan een beetje grabbelgoal, hè, viel hij erin. Ja, volgens mij stond hij. Ja, ik verwerk hem precies in die voeten van. Ik weet zelf niet wie het is. Maar. En dat was een goal. Ja, en daar hebben we het dan allemaal over. Ik sprak ook wat collega's na afloop. Hè. Dan hebben we het ook over de cijfers die we willen geven. Dit is het verschil. Zo'n foutje maakt het verschil of hij een 7 krijgt of een 5,5. Hè? Ja, maar altijd de nadruk leggen op verdedigers. Hè. Dat wat Harald net zegt, dat ben ik helemaal met hem eens. Het wordt altijd de fouten van verdedigers worden aangehaald bij dit soort nederlagen of punten verspelen in dit geval. Ja. Maar er wordt nooit gekeken of bijna nooit gelet. Ja, wat hebben die aanvallers laten liggen? En dat is terecht. Ogawa had zeker 1 of 2 moeten maken. En dat weet hij zelf ook. Maar die wordt niet aangepakt. En die wordt niet verantwoordelijk gesteld voor 2 punten verlies. Maar Roefs wel. Ja, een speler kan een fout maken. En dan hebben we het er niet over. Maar een keeper is dat meestal. En voor de verdediger, dat had ik zelf ook altijd. Je kon 90 minuten een dijk van de wedstrijd spelen. Maar als je 1 keer je spits liet lopen en die maakt een goal, ben je de sjaak. Ja. En dat is het nadeel van verdedigers natuurlijk. En aanvallers hebben wat dat betreft makkelijker. Die kunnen net het omgekeerde hebben. Die kunnen een hele wedstrijd als een krant spelen. Maar als ze er 1 inprikken, zijn ze de held. Zijn ze de man of the match. Ja. Klopt. Ja. Toch, iedereen, volgens mij hadden we dat wel een klein beetje in het stadion. Ik weet niet of jullie dat hadden in het stadion. Maar ik dacht, van, nou, als we hem kunnen houden tot die 85ste minuut, dan trekken we hem er wel overheen. Ik zag Feyenoord eigenlijk niet meer scoren. Nou, ik vond Feyenoord gewoon heel slecht. En daardoor had ik dat gevoel ook. Op het eerste half uur na, hè? Toen speelden ze, vond je dat? Ze begonnen wel goed agressief, wat ik zeg. Agressief, maar ze hebben weinig kansen gehad de eerste helft. Ja, dat klopt. Ze creëren weinig kansen, maar ze zetten ons wel zo onder druk dat wij niet bij de keeper in de buurt zijn geweest. Ja, maar dan kunnen we gelijk terugkomen op onze verdediging. Dan blijkt onze verdediging dus toch heel goed te kunnen staan. Nee, maar verdedigend klopt het ook wel. Ja. Daar ben ik met je eens. Dat ik vind zeker. En ik vind, als ik dan kijk naar na die eerste 20, 25 minuten, vond ik ons er redelijk goed uit voetballen. Na een half uur vond ik het prima. En na de rust was het gewoon weer goed. En eigenlijk verdien je op basis van de tweede helft verdien je te winnen. Ook een paar kansen. Ja, want ik vroeg dat ook aan trainer Rogier Meijer. Je zegt het al, eigenlijk verdiende je dan wat meer. Die vraag stel ik eigenlijk ook aan Rogier Meijer. Van ja, na afloop toch niet met een zuur gevoel. Dan denk ik dat je puur naar de kansen kijkt. Ik denk wel dat het een wedstrijd was met 2 helften, 2 gezichten. De eerste helft hadden we het super moeilijk, zowel met bal als zonder bal. We hebben wel hard gevochten, moet ik eerlijk zeggen. De tweede helft waren veel beter. En hebben ook goede kansen gecreëerd, 2 keer de paal geraakt. Ja, dat moet ook een beetje meezitten in de eindfase, dat die niet goed valt bij hun en bij ons wel. Uiteindelijk denk ik dat een punt, gezien het spelbeeld wel terecht is, maar het gevoel is natuurlijk net iets anders. Ja, dat gevoel. We spelen natuurlijk wel heel vaak 1 helft goed en 1 helft minder. Dat is op zich ook wel bijzonder, vind ik hoor. Dat we dat zo vaak doen. Dat we echt 1 helft beter voetballen dan de andere helft. Ja, maar goed, dat heeft ook met de tegenstander te maken, denk ik. Hè. In dit geval begon Feyenoord heel agressief. En dan ben je toch even afwachtend. Hè. Je speelt thuis, je wil ook niet gelijk een bal om je oren krijgen. En dan groei je wel in een wedstrijd. Dat heb ik liever dan dat het andersom is. Dat je eenmaal in elkaar flikkert en dat het 0-4 wordt. Wat dat betreft vond ik het wel hoopgevend, deze wedstrijd. Vorige week tegen Heracles was natuurlijk een ander verhaal.
Als je die inzet had getoond van afgelopen zaterdag, die wedstrijd daarvoor, dan hadden we natuurlijk gewoon van Heracles moeten winnen, want je bent veel beter. Ja, maar toch, even dan nog naar die wedstrijd, toch speelden ze in die eerste helft, als je keek toen tegen Heracles. Ja, voetbal, voetbal niet toch helemaal niet onaardig. Nee, dat klopt. Maar na de rust was het alweer een stuk minder. Ja. 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 We hebben eigenlijk eens een keer een leuke slotfase gezien. Op die slotfase daarna heeft NEC ook niet heel veel grotere kansen dan Feyenoord gehad. En daar heeft Roes NEC twee keer echt goed gered. Ik heb nog een kopbal volgens mij van Hansko in de tweede helft. Ja, als je het allemaal tegen elkaar zet, vind ik het terecht resultaat gelijkspel. En ik vind het ook een prima resultaat op zich. Ja, maar we hadden ook wat meer creativiteit natuurlijk de tweede helft. Hè? Toen een Schöne erin kwam. Ja. Die viel heel goed in. Nou, die vond ik beter dan Proper. En Proper is natuurlijk al een paar weken uit vorm. Daar kunnen we omheen draaien of niet. Maar dat is gewoon zo. En die komt echt wel weer terug. Maar toen Schöne inviel, werd er ineens gevoetbald. Jazeker. Zag je dat er gecombineerd werd. Ik zat die een paar keer zo doorheen. Dus dat scheelt dan ook weer. Dus die viel heel goed in. Ik vond trouwens iedereen wel goed invallen. Want ik vond ook Owaisa wie erin kwam. Op die positie deed hij het ook goed. Dat zijn jongens die echt toekomst hebben. Eunal en Owaisa. Ja. Die moeten nog groeien. Hè. Die moeten nog even wennen aan het wat hogere tempo. Maar ik zie daar wel mogelijkheden in die twee spelers. En ik vond Alwian ook gewoon weer prima. Weet je. Die Alwian was goed. Maar die heeft niet zo... Goed. Die viel niet heel erg op. Want ik zei ook na afloop nog tegen Aram, andere commentator, van Alwian heb je eigenlijk niet zo heel gek veel gezien. Maar ja, volgens mij heeft het gewoon prima gedaan. Ik kan me herinneren, bij het meeverdedigen, vooral in de eerste helft, was hij heel belangrijk. Want die rechtsbuiten van Feyenoord, die maakte Verdonk echt meerdere malen het leven zuur. Maar er stond altijd Alwian dan nog. Ja, ja, die doet het. Dat was ook de bedoeling natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat de bedoeling, zeker. Ja. Maar dat ziet er heel goed uit. Dus dat bevestigt nog maar eens hoe blij we mogen zijn met Alwian. Ja. Speelde, als we dan toch ook even over spelen, speelde Bram Nijtink ook niet in betere wedstrijd als we de afgelopen weken hebben gezien? Gewoon ook niet veel slechter, vond ik. Want hij begon wel, ik vond het wel tegenvallen de laatste tijd. Ja. En nu was hij inderdaad weer wat beter, ook opbouwend. En dat is natuurlijk het nadeel van Marquez, die natuurlijk verdedigend zijn mannetje wel staat. Maar opbouwend weet hij niet wat hij met de bal moet. Nee. Ja, daar hebben wij het de afgelopen podcast geregeld over gehad, hè? Over dat balletje breed achterin, hè? Ja. Maar hoe sta jij daar nou eigenlijk in? Jij bent 15 jaar voetballer geweest van onze club. Je ziet dat er achterin gewoon heel lang gebreid wordt. Dat de balletje links, balletje rechts. Ook die nieuwe spelregel van je mag in de 16 meter de bal uittrappen. Dat is, ik vind dat dodelijk voor heel veel ploegen. Want dat kunnen alleen de topploegen kunnen een bal uitspelen daar. Ja. Je ziet het zo vaak misgaan dat spelers of een keeper of een centrale verdediger in paniek raakt. Dat hij in de 16 meter de bal aangespeeld krijgt. Ze hoeven het niet te doen, hè? Nee, maar ze doen dat wel heel vaak. Nee, okay. Waarom niet die lange bal en de tweede bal? Je zag dat op een gegeven moment toen Roes in het begin van dit seizoen onder de lat stond. Dat er veel meer de lange bal gespeeld werd dan toen Sillissen speelde. Ja. En Sillissen kan natuurlijk wel voetballen. Maar ik dat gebrei achterin, dat die bal... Weet je, ik hoor dat zoveel mensen zeggen. Dat is, en uiteindelijk zal het wel een doel hebben. Maar uiteindelijk ga je ook voor het plezier naar het stadion. En soms is dat plezier wel weg als dat balletje links... breed naar de verdediger. Elke tegenstander is daarop ingesteld. Hè? Dus die gaan al heel hoog staan. Ja, het is helaas de mode. Als er een doeltrap komt, dat is een mode geworden. Dus iedereen gaat al bij de 16 meter staan. Nou, dan heb je heel gauw druk. Hè? Ja. En dus staan spelers die daar niet tegen kunnen. Die worden gelijk in paniek als er drie man op hem afkomen. Nou ja, wat ze bij het voetbal ook vaak lijkt mij dan doen, is dat ze gewoon ervoor zorgen dat het de minste voetballer, en dat is dan als Sendra speelt, Nijtink achterin. Dat ze die gewoon vrijlaten in de opbouw. Nou, die krijgt dan de bal. Ja. En dan is het gewoon, ga het maar doen. Zegt de tegenstander. Ja, en op een gegeven moment stapt er natuurlijk wel iemand een keer uit. Want dat moet wel. Maar ja, dan zie je dat Nijtink soms daar wel onzeker in is. En daar liggen dan kansen voor de tegenstander. Dat kan andersom ook zo zijn natuurlijk. Maar ja, ik vind zelf ook, als je een doeltrap hebt, pompt die bal gewoon in het veld. Ja, maar dan moet die ook goed geschoten worden. En ik heb een aantal uitballen gezien van Roes. Die vind ik toch ook niet echt goed. Matig trap, hè? Echt matig, ja. Mm-hmm. Ik moet er echt over aan wennen weer. Hoor. Dan krijg je de lange bal inderdaad van achteruit naar voren. En dan komt hij bij de andere keeper terecht. We moeten nou niet doen alsof we een hele matige keeper op goal hebben staan. Nee, ik heb het niet over een matige keeper. Nee, ik heb het over een matige uittrap. Ja, nee, dat zeker. Nee, maar ik bedoel, nu ook met die fout die hij heeft gemaakt vandaag. Ik heb het niet over een fout. Want hij heeft namelijk... Die kwam uit een corner. En die corner, dit was namelijk zijn beste redding. Ja. Roes had een geweldige redding in de 84e minuut. En daaruit kwam een corner. En uiteindelijk komt daar een doelpunt uit. En dat is jammer. En dat is pech hebben voor een keeper. Wat zij net ook zegt. Als je een fout maakt als verdediger, dan ben je erbij die Sjaak. Maar uiteindelijk heeft hij verder qua keep heeft hij het gewoon prima gedaan. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook gezegd. Dat is gewoon de eerste keeper voor mij, hoor. Dat blijft hij ook. Ja, zeker. Ja, de uitstraling die hij heeft. Er staat iemand in de goal, hè? Ja.
Nou, wat mij wel opvalt, en ik betrap mezelf er ook op dat ik het ook doe, maar toen Van Gassel die fout maakte, waren veel mensen best wel hard. Ik vond het ook, omdat ik dacht, nou, oké dan. En nu Roes die fout maakt, heeft iedereen toch wel eigenlijk zo van, nou, we geven even een zachte aai over de bol. Want ik zie, ja, ook heel, ik zie ook heel veel dingen. Er is ook een vraag over binnengekomen. Had NEC niet gewoon een zekerheid moeten halen toen Sillissen wegging? Kortom, als je dat zegt, dan vind je deze twee keepers niet een zekerheid. Ja, maar dat is achteraf. Is er op Sillissen niet genuild de afgelopen twee jaar? Nou ja, dat dacht ik ook. Dat is misschien wel een mooie vraag. Hoe sta jij erin dat hij weggegaan is? Want ik had echt verwacht dat hij zijn carrière af zou sluiten bij ons. Had ik eerlijk gezegd ook verwacht. Maar kennelijk heeft hij daar een aanbod gekregen. En dat hij dat niet wilde weigeren. Jij zit ook nog wel inside. Dus is het niet zo dat hij ook gezegd is tegen hem van, nou weet je, ga maar gewoon iets anders doen. Want Roes wordt eerste keeper. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zou ik niet eens zo heel gek vinden. Want Roes die zat natuurlijk toch al aan de deur te kloppen. En ja, je moet toch een keer zo'n jonge keeper brengen. Had je dan, stel Sillissen was nog gebleven, had je Sillissen dan op de bank gehouden? Ja. Nou ja, dat hangt er vanaf. Je moet ze natuurlijk gelijke kansen geven. En wie dan het beste presteert, die speelt dan op dat moment. Maar dat betekent dus gewoon, dan had Sillissen ook gespeeld. Dan had Sillissen waarschijnlijk wel gespeeld. Ja, Sillissen is natuurlijk wel beter nog. Ja. Maar je zegt van, ja, had je hem dan voor op de bank? Er zit ook nog iets anders achter. Het kan ook zijn dat Jasper zegt, als ik je tweede keeper word, of niet geen eerste keeper, dan wil ik weg. Ja. Ja, dat kan ook zeker. Ja. Goed. We laten het daar eventjes bij. Dan was er vandaag goed nieuws. Want we hebben er heel lang op moeten wachten. Daar is hij dan. Vito. Afgelopen vrijdag dacht hij nog dat hij pas met 5 december zou komen, zei Rogier Meijer. Maar Van Crooy is er dan eindelijk. Toch is daar een beetje. Hadden we nog zo'n speler nodig als Van Crooy zei? Nou, het is te hopen van niet dat de spelers waar we het net over hadden, de jonge spelers die we hebben aangetrokken, zich zo ontwikkelen dat die niet nodig is. Maar voor de breedte heb je dat toch wel nodig. Want die twee zijn toch nog wat kwetsbaar aan de flanken. Dus, en dan breng je toch een stukje ervaring mee. En dat zie je nou met Oude Jan, dat is ook een stuk ervaring. Dat zie je toch terug in het veld. En dat zou Vito van Crooy in de voorhoede ook kunnen brengen. Die heeft toch wel scorend vermogen ook. Dus wat dat betreft vind ik het voor de breedte vind ik het een goede beslissing. Ja. Of die basisspeler wordt, dat weet ik niet. Nee, nou ja, ik denk uiteindelijk dat hij wel voor de breedte gehaald is. Denk je dat we een speler van 7-28 halen voor de breedte? Die dit niveau gevoetbald heeft? Dat moet nog blijken. Transfer uit geen club, dus wat moet hij in die zandbak blijven zitten dan? Maar dan verdien je wel veel geld. Ja, maar niet als je transfervrij meer bent. Dat is waar. Weet je, hij heeft het in de Eredivisie prima gedaan bij Sparta. Bij PEC ook heeft hij een paar goede jaren gehad. Hij zou natuurlijk niet gelijk staan. Dat denk ik niet in ieder geval. Maar ik denk wel dat als die jongen de smaak te pakken krijgt, dat hij heel veel waarde kan betekenen voor NEC. Want hij is ook voor meerdere jaren vastgelegd. Hè? Dus, tot 2017. Ja, dus weet je, zo'n jongen die, ik zou zomaar kunnen dat die gewoon naar de winterstoppen rechtsbuiten steeds staat. En Eunalf, Oude Jan links. Of Sontje misschien. Ja, nee, maar goed. Maar dan heb je dus eigenlijk hetzelfde verhaal als wat we net hebben met Roes. Dan wordt er dus een speler gehaald. Halverwege het seizoen, of de vierde, vijfde, zesde wedstrijd van het seizoen. Die eigenlijk beter is als degene die we dus nu hebben. Dat betekent dus dat een jonge speler, een Eunal. Je hoeft toch niet? Als Eunal het gewoon beter gaat doen? Nee, je moet het echt zien als een breedte in breedte. Ja, ik denk dat ook. En die jongens, die moeten zich nog ontwikkelen. Die zullen nog eens, die zullen niet heel vaak hele wedstrijden spelen nog. Eunal en die andere jongen ook niet. En ja, dan heb je. En Sontje Hansen, daar hebben we het niet over. Dat is natuurlijk een wereldvoetballer die eigenlijk te goed is voor NEC qua voetbal. Maar die ik nog geen twee wedstrijden achter elkaar heb zien spelen. Nee zeker. En dat snap ik niet. Hij is nu 15 maanden bij ons. En hij kan nog in één wedstrijd kan die 90 spelen. We hebben volgens mij elke podcast hebben we het inmiddels nu over Sontje Hansen gehad. En altijd ook over zijn fitheid. Daar kunnen we heel lang nog over doorpraten. Nee, daar is op ingekocht. Het is helaas gewoon niet anders. En hoe slecht het ook is. Maar we moeten het. We hebben ingekocht. We hebben met Sandler een speler die gewoon eigenlijk beste is van centrale verdedigers van heel Nederland die geblesseerd is. We hebben Sontje Hansen. Dat is misschien wel de beste team rechtsbuiten die we kunnen hebben van Nederland. En die is altijd moe. En die zijn allemaal geblesseerd. Hij is moe. Ja, moe. Hij is moe.
Ja, maar Sandler is niet moe. Nee, Sandler is geblesseerd. Nou ja. We hebben op ingekocht. Op spelers die gewoon echt het beste zijn, maar die het niet kunnen brengen. Nee, ja. Over de geblesseerden komen we zo meteen nog terug. Want er zijn ook nog wel wat vragen binnen. Komen zo meteen sowieso nog wat vragen. Maar we blikken natuurlijk ook altijd eventjes vooruit. Maar dan spelen we, ja, jij noemde het de mini-klassieker al, Nick. Zo zei jij het. Ja, zo heb ik het wel eens gehoord, dat het een mini-klassieke werd genoemd. Ja. Ja, het is ook de enige wedstrijd waarbij wij NEC omtoveren in NEC, want het is NAC-NEC. En aan de telefoon hebben we Reijer van Kasteren. Hij is diehard supporter in ieder geval van NAC Breda. Weet er ook alle ins en outs over. Reijer, goeie avond. Leuk dat we jou even mochten bellen. Goeie avond, zeker. Ja, want jullie zijn eindelijk dan weer terug in de eredivisie. Ja, eindelijk. Het heeft even geduurd. Maar, en we hebben er best wel wat moeite voor moeten doen om terug te komen zelfs. Het was eigenlijk totaal onverwachts natuurlijk naar een verschrikkelijk seizoen. En in de play-offs leek alles ineens wel te kunnen. En toen waren we toch ineens heel verrassend terug. Ja. Gelukkig maar, na 5 jaar. Zo gaat dat vaak met promoties. Daar weten wij als NEC zijnde natuurlijk ook alles van met die wedstrijd. Schrijf er nog even, joh. Schrijf het er eventjes lekker in. Omhoog gevallen. Ja, maar dat gaat best lekker volgens mij, of niet, Rijen? Nou ja, ik denk dat we een redelijke seizoenstart hebben gehad. Dus je ziet nou het programma wat we nu hebben gehad met Ajax, Twente, Utrecht en Feyenoord, wat natuurlijk niet de minste ploegen zijn. Een compleet nieuw elftal, nieuwe trainer. Al met al staan we denk ik wel redelijk goed, maar het voetbal is gewoon weer nakwaardig, zou ik bijna willen zeggen. En dat hebben we een tijdje niet kunnen zien, Breda. Ja, Noat. Noat, juist. Ja. Weet je wat er voor de staat, Maurice? Nou, nooit opgeven, altijd doorgaan. Oké, ja. Doorzettend, sorry, kleine correctie. Oh, doorzettend. En dan loop ik hier. Ja, lekker hoor dit. Maar goed, heb je ook Advendo voor me, dan zijn we normaal. Nee, dat is de langste clubnaam ter wereld. Die laat ik even voor wat het is, hoor. Het avondje NAC is terug. Ja, dat wel. Het avondje NAC is zeker terug. We gaan zaterdag weer een editie van NAC NEC meemaken. Ik ga niet te veel zeggen, NEC. We komen zo meteen nog wel een beetje op de geschiedenis daarvan. Maar hoe kijken jullie eigenlijk tegen deze wedstrijd aan? Volgens mij hoorde ik het net al stiekem in jullie gesprek dat het wel eens de kleine klassieker werd genoemd. Voor ons zit er een hele grote lading aan. Een van de weinige prijzen die we ooit gewonnen hebben was tegen NEC. Ik mag net zeggen, sorry. Ik wou dus zeggen, er zit hier iemand die heeft toen gespeeld. Wij hebben Sai Visser ook in de uitzending. Oh, te gek. Ja. Dus die wil er niet meer over hebben. Nee, dat kan ik me goed begrijpen. Maar het is iets wat waar wij inderdaad nog steeds ooit op hopen dat we ooit weer die finale halen. Maar vooralsnog niet. Ja, nee, het is ook gewoon een heel mooi affiche. En volgens mij hebben we... is het inderdaad even geleden, maar waren de laatste twee edities een divisie lager, waren alle twee mooie finales. Dus we hopen dat we morgen eigenlijk ook twee ploegen zien, of morgen, zaterdag, sorry. Ik zie zo'n Okita voorbij komen. Ja, zo'n Okita momentje. Ja, die deed een beetje pijn bij ons. Dat geloof ik wel, ja. Beladen wedstrijden zijn het eigenlijk altijd wel een beetje geweest. Zeker natuurlijk de laatste edities erin. Verwacht je dat nu zaterdag ook wel weer? Ik denk dat het we zitten natuurlijk alle twee vrij vroeg in de competitie. En volgens mij hebben we een puntje verschil. In jullie voordeel. Dus voor ons is er best wel wat te winnen. Voor ons komen er sowieso een aantal wedstrijden aan waar we moeten laten zien... Dat we er klaar voor zijn. En ik denk dat het bij NAC thuis altijd wel beladen is. Gezien de druk die er al is vanuit de supporters natuurlijk. Er is een trommelverbod in het Radverlegstadion. Ja, nou, en ook wordt het slechtste uitvak van de Eredivisie genoemd. Ja, daar zijn we ook echt niet trots op. En wat zijn dit voor taferelen? Trommels is iets wat we volgens mij zelfs echt in onze cultuur handvest hebben vastgelegd. Ik ben voor. Ik ben voor. Harald is voor. Ik ben tegen trommels. Algemeen trommelverbod. Ik ook. Nou ja, ik ben dat ook wel. Want afgelopen zondag bij Twente was het weer...
één grote trommelparade. En wij zijn het ook van oud zo wat meer Engels sfeerachtig georiënteerd. En vinden dat we het eigenlijk zonder al te veel poespas gewoon met zingen moeten kunnen oplossen. Ja. Dus vandaag hebben wij inderdaad netjes vastgelegd dat wij liever geen trommels, of eigenlijk helemaal geen trommels in ons stadion willen. En de uitvak? Ja, het uitvak is echt dramatisch. Dat zal ook niemand ontkennen. Dat wordt ook niet door onze directie ontkend. Waarom wordt er dan niks aan gedaan? Want jullie hadden toch een heel goed uitvak? Nou, dat was inderdaad. Dat ging helemaal tot aan het veld door. In de eerste, zeg maar, toen we net het stadion geopend hadden, jaren terug. Op een gegeven moment is dat teruggedraaid. Vraag me niet waarom. Ik weet dat er plannen zijn om dat uitvak aan te passen. Met name het zicht is echt dramatisch. Alleen het schijnt nogal een kostenpost te zijn. En het is wel iets wat de komende jaren op de agenda staat om in ieder geval aan te pakken. Want we hebben gasvrijheid wel hoog in ons vaandel staan. Rijen uit God voor de Boeg, wat denk je dat het zaterdag gaat worden? Ik ga voor een heet avondje nak en in ieder geval een mooi avondje nak op de originele zaterdagavond. Ik wil hem afsluiten met een nek, nekt, nak. Dat zou leuk zijn. Of knak, nak, NEC. Dat kan ook. Goed. Nek, nak, nak of nak, nek, nek. Ja. Knak. Ja. Knak, nek, nak, knak. Rijen, mag ik dank je dat jij even de uitzending wilde komen. En heel veel plezier zaterdag, hè? Geen probleem. Veel plezier met de uitzending. Dankjewel. Goed, wij gaan straks natuurlijk nog wel eventjes vooruitblikken naar die wedstrijd. Dan hebben we ook nog wel wat vragen binnengekregen. Afgelopen zaterdag, even nog terug. De een naar de ander viel uit. Ik dacht op een gegeven moment hebben ze nog wel spelers over wie kunnen invallen. Want er vielen nogal wat geblesseerden uit. In eerste instantie natuurlijk Dirk Proper met een schouderblessure. Uit de kom? Ja. Dat is wel weer een weekje of twee, drie misschien weg. Zo, dat denk jij. Ik heb net even nagevraagd. Minimaal 8 weken ligt hij eruit. Ah, echt? Ja. Als het heel snel en voorspoedig gaat. Het is het tweede seizoen hè, dat hij lange blessure heeft van lange tijd. Dat is zonde van die jongen. Ja. En González voert toch ook uit? Ja, maar dat schijnt in ieder geval niet zo. Die schouder was niet uit de kom. Dus, nee. Dat is in een botsing gebeurd. Maar, die deed gewoon even ouw. Dus dat is even de vraag. Okay. Maar goed, de ene viel natuurlijk naar de andere. Maar Dirk Proper is natuurlijk wel een gemis. Ja. Hè? Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Want hij is niet in zijn oude vorm nog, maar... Ja. Het is toch wel een belangrijke speler. Ja, zeker. En die ga je gewoon missen. Ja. Moet Schöne maar weer gaan doen? Ja, zouden ze dat doen, Schöne? Vanaf nu laten starten? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet. Nee, die zal misschien weer invallen, maar niet een hele wedstrijd, denk ik. Nee, ja, Salem heb je ook nog niet terug, of wel? Want dan kan je die misschien op 8 zetten. Ja, jij zegt heel goed. Ik vroeg dan natuurlijk ook aan trainer Rogier Meijer, want ook Pereira viel natuurlijk uit op het laatste moment. Nou, daar zei hij het volgende van over. Ja, Brian kreeg gewoon een tik op zijn hoofd. En Robert, ja, die had ook de schouder, maar niet van die naad als Dirk. Dus dat valt mee. Naar Sano gaan we deze week kijken. Maar ja, weet je, heb ook vandaag gezien dat we andere jongens hebben. Dus dat is altijd weer positief na zo'n wedstrijd. Philip Sandwal eventueel al? Ja, ik hoop het. Ja, dat is het. Ik hoop het. Ja, hij blijft maar hopen. Nee, maar het is natuurlijk niet waar. Sano is toch niet te vervangen? We hebben toch geen vergelijkbare speler als Sano? Nee. Dus we hebben ook andere spelers op de bank. Ja, dat klopt. Maar die zijn niet vergelijkbaar. Nee, maar waar die wel naartoe doet. Sano was natuurlijk geblesseerd tegen Feyenoord. Ja. En toen dachten we van nou, dan wordt het wel heel erg lastig als je en Sano niet hebt en Sano niet hebt. En je speelt toch een prima tweede helft waarbij je toch wel tot kansen komt. Ja, maar nogmaals, omdat Schöne het heel goed oppikte. Ja. Dat was natuurlijk wel iets wat je niet verwachtte, dat hij dat zo nog kon doen. Nee. Maar ik ben toch benieuwd, als Sano er niet is, en Proper is er niet, en González speelt misschien niet. Ja, die speelt wel, denk ik. Ja, okay. Ik denk dat beide wat hij in ieder geval buiten de uitzending erom zei, is dat hij verwacht dat Robert en zeker Brian gewoon er zijn. Okay. En dat Sano waarschijnlijk ook wel op tijd fit zal zijn. Maar dan was de vraag was eigenlijk van ja, hoe gaan we dan ons middag dat inzetten? Wat heb je als Sano speelt dan? Ja, dan is het hoedemaker Sano. Hoedemakers en Sano, toch? Ja, maar zou je dan Sano ook op 8 zetten of zou je dan Sano gewoon op 10 zetten? Ik zou Sano sowieso niet op 10 zetten, zou op 8 zetten. Nee, oké. Wat zullen jullie doen? Ik vind dat hij daar namelijk het maakt mij niet zo snel uit. Ik denk dat hij op 10 ook prima uit de voeten kan. Ja, misschien op 8 wel wat beter uit de verf, maar 10 kan ook denk ik wel. Maar goed, als hij terug is, hij heeft voorin meer smaakjes, hè? Want ook op 10 kan natuurlijk, hè? Ook Owais heeft wel eens op 10 gestaan. Dat is nog niet helemaal gelukkig in, hè? Nee, maar ja. Ja, maar die kan wel voetballen. Ja, die kan wel ballen, ja.
Maar ik denk dat dat zo de invulling gaat zijn voor komende zaterdag wel. Maar dat is even afwachten natuurlijk wie er fit gaat zijn. Dat zullen we de komende weken zien. Meer vragen zijn er binnengekomen. Waarom is er... We hebben wel een extra voorin iemand gehaald, hè, van Krooi. Maar waarom is er niet extra centrale verdediger gehaald? Hè, met Sendler die zo vaak niet fit is, kom je daar niet in de problemen. Eerder hebben we die vraag natuurlijk ook al gesteld aan Carlos. En Carlos zei, nou ja, we hebben genoeg mensen wie dat nu op dit moment kan invullen. Nou ja, je kan dat nu oplossen met Verdonk, met Oude Jan. Dus je hebt wel wat mogelijkheden hoor om het centraal op te lossen. Marques heb je daar ook eigenlijk voor gehaald, ja, toch? Ja, Marques natuurlijk. Maar goed, die zal nou wel spelen zolang Sendler niet speelt. Nee, maar daarvoor heb je toch Marques toch gehaald? Ja, zeker. Ja, dus dan heb je toch, ja, dan heb je dat. Dan hoef je niet nog iemand erin. Nee, lijkt mij ook. Ik denk dat ze niet verwacht hadden dat Sendler weer zoveel geblesseerd zou zijn. Nee, het heeft toch een lange periode gespeeld vorig seizoen. Ah, volgens hem bijna alles, toch? Nee, 24 wedstrijden. Ja, maar op een gegeven moment had hij toch een fase dat hij eigenlijk tot de play-offs alles speelde. Hij heeft het hele begin van het seizoen niet meegedaan. Ja, tweede helft, maar daarna ook niet meer. Ja. Ja. En nu weer. En de aard van de blessure is niet bekend, maar... Dat is toch niet zo groot, zei Meijer. Ja, maar hij was vrijdag ook niet op de training. Donderdag heeft hij rondjes gelopen en woensdag ook rondjes gelopen. Maar ja, dat ziet er dan niet uit. Als je nog niet meedoet, dan ziet het er niet uit dat je snel terugkomt. Nee. En dat had NEC niet echt verwacht, volgens mij. Nee. Dan hebben we nog een vraag. Die hebben we eentje binnengekregen voor zij zelf. We hebben nog niet echt een vaste basiselftal gezien. Maar als je nu jouw favoriete basis moet neerzetten, zei je, wie zijn dat dan? Wie spelen er dan? Ongeacht of ze geblesseerd zijn dan, denk ik. Nou ja, goed, dat is dan met Sendler en Sano. Dan heb je eigenlijk al de opstelling zoals die afgelopen zaterdag was al bijna compleet. Hè? Jij zou met Oude Jan op links starten? Met Oude Jan zou je ook op links starten? Nou, dat is dan de vraag tegen welke tegenstander je speelt. Dat zou ik niet altijd doen. Nee. Maar als Sendler speelt met Nuiting en dan rechtsback heb je alleen Pereira. Op het moment die daar capabel is, Verdonk, lijkt me logisch. En dan Sano, Hoedemakers... Ja, dan kan je nog weer wisselen met en voorin met Ogawa en Sontje Hans rechts en Eunal links. Dan heb je al een behoorlijk elftal, hoor. Ja, zeker. Ook aanvallend. Ja. Hoor je het al op? Nou ja, ik ben... Je? Pereira doet het goed. Oh, je bedoelt Brian? Ja. Ah, dat vind ik fijn. Hij doet het goed, maar ik ben nog niet overtuigd. Nee, ik wel, want dat polijsten, dat kan mij goed. Nee, dus... maar ik heb hem ook een wedstrijd gezien dat hij heel slecht dekt, aan de verkeerde kant dekt. Jij zegt, ik wil nog in ieder geval meer wedstrijden zien zoals afgelopen zaterdag. Hij moet echt nog groeien en nogmaals, hij heeft potentie, die jongen, maar hij is nog niet het niveau. Ik vind verdedigend dat hij prima doet, maar inderdaad, als je gaat kijken naar, als je gaat opbouwen en ze voorzetten, dat hij is niet echt dramatisch. Nee, maar ze voorzetten zijn echt beter geworden. Zijn wel beter geworden, wel. Maar... Nou, ik kan me nog herinneren dat hij wel eens voorzet, die in de uitval gewoon belanden, maar... Hij draait veel te veel als hij bij de 16 van de tegenstander is, omdat hij niet kan schieten. Ik weet niet wat dat is. Ja, ik weet het ook niet. Bart Verrooy die schoot die bal gewoon in die 16. En hij moet gewoon eerst kappen draaien en nog een keer draaien. Het lijkt Jan Peterson wel, maar dan... Vond jij hoe Pereira zaterdag speelde? Is dat de Pereira die jij wil zien? Nou, in grote lijnen wel. Maar het is nogmaals, ja... Dan moet je toch nog rustig aan de bal zijn en de bal goed inspelen. Bart Verrooy, daar heb ik best wel kritiek op gehad de afgelopen jaren. Zeg van, hij staat stil en... Ja. Maar ik heb nu weer de wedstrijd tegen NAC. Ik speelde helemaal niet goed, hoor. Maar hij heeft wel een paas over 30, 40 meter er doorheen. Wat Sendler ook heeft. Ja. In de voeten van een medespeler. Of het een spits is of een middenvelder, maakt niet uit. En dat zie ik bij Pereira niet, hoor. Die loopt met de kop naar beneden, gaat rennen. En... Nee, maar zei je, dat zie ik bij helemaal niemand bij NEC achterin. Nee, nou ja, Verdonk is de enige die... Ja, dat is dan de enige. Die heeft voetballende oplossingen. Ja, dus je speelt met drie staarten. Maar had Bart Verrooy dat drie seizoenen geleden ook al? Nee, dat zeg ik. Hij moet groeien. Dus moet ook groeien. Ik geef hem ook de kans om... En hij gaat nu spelen. Hè. Hij heeft natuurlijk niet veel gespeeld vorig jaar. Dus je kan hem ook niet kwalijk nemen dat hij zich niet ontwikkelt. En nu moet hij spelen. En ja, je ontwikkelt je het beste door te spelen. Hij begon wel goed vorig jaar, hoor. Ja, tot die blessure. Dat klopt. Tot die blessure was. En misschien komt dat nu ook langzamerhand wel weer terug in zijn... En heeft ook met vertrouwen natuurlijk te maken. Wat hij ook krijgt vanuit... Vanuit de technische staf, maar nu ook als je een man van de match bent, dan doet dat ook wel het hopelijk met je kop nu. Ja. Maar inderdaad, hij is erg onrustig. Ja. Hey Maurice, ja. NEC is natuurlijk niet alleen maar
11 of 19 minuten voetballen. Nee. Daar zit nog veel meer aan. Hè? Ja. Wat we afgelopen zondag of zaterdag gezien hebben, om 6:45, dat is eigenlijk gewoon echt, het is gewoon, ik heb het al vaker benoemd, maar het is eigenlijk gewoon zwaar belachelijk hoe mooi dat is. Ja. We hebben gewoon echt het beste tifo-groep van heel Nederland. Hoor. We hebben echt met legio over je magen wat zij weer gepresteerd hebben en hoe zij ons weer neergezet hebben op de Nederlandse televisie. Dat is echt gewoon ongekend. Hoor. Het is echt bizar. Ben ik het volledig mee eens. Het is zo raar dat je gewoon af en toe daar naar kan kijken en dat je gewoon zo gewoon kippenvel krijgt voor zo'n wedstrijd. Ja, dan denk ik, als die spelers opkomen, moeten die dat ook hebben. Ja. Dus geweldig was dat om dat te zien. Harold, jij had het een keer over de Nijmeegse Kunstprijs. Ja, zeker. Kunnen we niet een keer... Moet. Echt. We moeten nog even een petitie of zo starten. We zullen echt heel veel tegenwerking krijgen van mensen die dus echt... Maar deze mensen, dit is niet 5 minuten wat ze doen. Hè. Dit is gewoon een week of 2 of 3 weken werk hè, wat ze maken. Het is gewoon echt bizar. Weet je hoeveel tijd daarin zit? Dat is echt niet normaal. En ik vind het ook onderbelicht. We moeten dat echt gewoon veel vaker mogen uitspreken. Ook hier. Want het is gewoon echt geweldig wat die jongens doen. Ik zie het niet in de Gelderlanden staan. Ik zie het niet bij anderen terug. Ik vind echt, je moet dit gewoon veel vaker benoemen. Maar het was mijn eerste commentaar naar de wedstrijd op social media. Ja, dat klopt. Oké. Dat is het eerste wat ik gezegd heb. Dat er gewoon een hulde voor die supporters stond. Want we klagen altijd over de supporters. Hè. We hebben het nu over de nachtsupporters gehad weer net. De rellen en toestanden die er allemaal zijn. Maar als je dit dan ziet, dan krijg je gewoon kippenvel. Maar NEC heeft toch al echt al denk 2-3 jaar bijna geen probleem. We hebben echt een hele mooie... Het gaat over het algemeen. Ja. De supporters in het betaalde voetbal hebben een negatieve klank. Hè. En sommigen zeggen, je gaat niet meer mee naar uitwedstrijden. En allemaal een schrappen en weg ermee. Maar dit hoort bij het voetbal. Daar voetbal je voor dit soort mensen. Maar ik vind, Harold, kunnen we niet iets doen dat die lui in aanmerking komen voor de Nijmeegse Kunstprijs? Nee, maar dat moeten we gewoon doen. Dus volgens mij wordt die 1 keer in de 3 jaar uitgegeven. Dus dan moeten we gewoon... Wanneer is het volgende? Dat weet ik niet, moet ik nakijken. Maar dat is inderdaad wel iets waar ik gewoon vind dat we moeten ergens wel deze groep... Daar gaan we ons keihard van maken. Ja, gaan we doen. We kijken wel vooruit naar de volgende uitwedstrijd. Met een vol uitvak gaan we richting Breda. We hebben het er net al even kort over gehad. Daar ligt voor Breda ligt er nog een beetje wel wat zeer. Ik denk dat het een best wel heet potje gaat worden, zei je. Ja, maar ik heb NAC gisteren gezien tegen Twente. En dat is, wat die meneer die je net aan de lijn had ook al zei, dat ze nog niet zo aanvallend spelen, dat is nog een understatement. Ze spelen heel geconcentreerd, een goede organisatie verdedigend, maar aanvallend valt het dan allemaal nog wat tegen. Dus ja, ik denk qua elftal en qua voetbal moeten wij beter zijn. Maar je komt daar wel, ik heb er zelf vaak genoeg gespeeld. Je speelt tegen 12 man, hè? Dus daar moet je je wel tegen wapenen. Dus je krijgt daar best een heel lastige avond. Maar je kan het jezelf gewoon makkelijker maken door er vrijuit te voetballen. En dan hebben we daar zeker kans. Zo geweldig team hebben ze niet hoor. Nee, maar er zit wel vechtlust in. Ja, ongelooflijk veel vechtlust zit daarin. Daar moeten ze het ook van hebben. Ja, zeker. Ja. Gaan we toch vooruitblikken naar aankomende zaterdag. Het wordt een heet avondje NAC. Maar ja, wat vinden wij ervan? Wat gaat het in ieder geval worden? Schot voor de boeg. Nick, wat gaat het worden? 1-2. 1-2. Oké, NAC NEC gaat worden 1-4. Ja, wij zijn gewoon veel beter. We zijn gewoon veel beter. Zei je? Nou, dan hou ik het op 1-3. 1-3. We zijn wel positief. Wat denk jij? Ik zeg 1-2. Okay, je gaat met mij mee. Ja, ik ga met jou mee. We zijn echt gewoon beter dan NAC. Ja. Als we dat niet uitspreken, dan zullen we dat ook niet zijn. Nee, je moet het ook uitspreken. Je moet daar wel winnen. En de druk zit er, laten we wel even in, de druk zit er nu wel op. Ja. Met de aantal punten dat je nu haalt. Dus dat je deze moet je toch wel winnend afsluiten richting... dan ga je de Interlandbreek weer op. Ja. Daarna komt Heerenveen. Heerenveen is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Hè? Die is heel aanvallend. Anders wordt het busje opwachten. We gaan het zien. Dit was hem dan weer. De NEC Update podcast van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer. We zijn elke week, ondanks dat we dan een interlandbreek ingaan. Maar dan gaan we nabeschouwen. We gaan nabeschouwen op de wedstrijd van NAC Breda. En we hebben een hele leuke gast. En daar kunnen we heel lang over praten. Want die heeft me toch een boek geschreven. Dat bedoel ik maar. Ja, en dat gaat ook over NEC. Meer erover later. Zij, dankjewel. Leuk dat je er was. Graag tot een volgende keer. Oké. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.